hartelijk welkom bij weer een nieuwe uitzending van Oude Westen TV, waarin we deze week natuurlijk weer diverse items voorbij gaan zien komen. Ga er lekker voor zitten en heel veel kijkplezier allemaal. Ja, en dan sta ik toch weer in het wijkpark het Oude Westen, want hier is de milieuparkactie aan de gang. En dit gaan ze een paar keer per jaar herhalen. Alle vragen over verduurzaming en milieuzaken. Gewoon in het wijkpark het Oude Westen. Allerlei instanties zijn hier bij elkaar gekomen. Zoals de actiegroep, de leeszaal, de ruilwinkel, het wijkpark. Alle mensen, kortom, samen maken ze dit milieupark tot een succes. Nou, met de onregelmatige regelmaat gaat dit milieupark gewoon lekker terugkomen in het wijkpark. Else Smet achter mij, dus een van die initiatiefnemers die het allemaal voor elkaar krijgt. Ja, ik zeg super gastvrij, super Oude Westen. De waardering voor die actiegroep, die is enorm. Begin dit jaar hebben we een gesprek gehad met Bonte over de organisatie van de duurzaamheid, want daar zit hij mee, hoe krijg je die burgers mee, met dat enorme project dat de komende 10, 15 jaar moet worden uitgevoerd. En we hadden het al een keer eerder tegen zijn ambtenaren gezegd, die zeiden ja, we hebben er geen ervaring mee, ze zeiden de actiegroep wel, jullie kunnen van ons leren. En dus daar was Bonte heel blij mee dat wij een aanbod deden naar de gemeente van we willen jullie helpen. En meestal wordt het andersom, jullie moeten ons helpen. Nee, wij kunnen jullie helpen, maar we willen er wel wat voor terug. Een maand geleden hebben we met Roos van mij gesproken, de wethouder, participatie, economie en nog wat. En die was ook zeer onder de indruk van wat we doen. En die herinnerde zich nog de stadsvernieuwing. Ik ben zelf hier ooit projectcoördinator stadsvernieuwing geweest, dus ik kon daar uitgebreid vertellen hoe dat ging. Die vertelde dat ik mijn sollicitatieprocedure had met de bewoners. Die ambtenaren die erbij zaten, die kregen over de schoteltjes. Kan dat? Ja, dat kan niet meer, maar dat kan nog steeds. Zo ging het in ieder geval toen. En toen hebben we met Roos, mij, de wethouder, afgesproken dat we met die twee wethouders een keer aan tafel willen om een werkafspraak te maken voor de komende 10, 15 jaar. Om dat project duurzaamheid van de grond te krijgen. Samen met Boomstad, de belangrijkste huisbezitter in de wijk, en de gemeente en de ambtenaren. Het wijkpastoraat had een pandje, dat is weggegaan doordat dat de Sint-Mariastraat is gerenoveerd. En ik kom heel vaak mensen tegen die zeggen, ja, ik heb dit over, maar waar moet ik ermee? Ik snap in Alexanderpolder dat dat dus kennelijk wel werkt, omdat je voldoende mensen kent waarbij je dat gelijk kwijt kunt. Maar deze wijk is veel kleiner. Hoe zie je dat dan? Want ik denk dat er een soort depotje moet komen waar je die spullen tijdelijk kunt opslaan. Want er is wel behoefte aan, maar net niet op dat moment dat mensen hun koelkast kwijt willen. Het leeft echt als een zombie. Dus dacht, weet je wat, maatschappijleer, dat valt wel in dezelfde, ja, als het gaat om kennis en vaardigheden die je nodig hebt. Dacht, nou, dat lukt me wel, maatschappijleer gedaan. Nou, het was echt de hel, want het was ook een zombieleven. Dus dan kan je niks meer doen. Ik zat s'avonds in de les, dinsdagavond. En ik luisterde wel wat er gezegd werd, maar niks erom door. Dus het was wel een verspilling van mijn geld, maar goed. Maar dat van in het onderwijs bleef wel echt aan mij knagen. Van ja, ik wil toch echt in het onderwijs. En toen kwam een collega van mij tegen, of althans Jared Liebat, zoon van Betty. Die werkte op Alberda en die zei, hey, hoe gaat het met de maatschappij? Ik zei, nee joh, het onderwijs dat gaat niet lukken. Ik kan niet combineren met een fulltime baan. En ze zei, ja, je moet gewoon een jaarige opleiding doen. Dus een kopopleiding, omgangskunde. En dan oké, een jaar inleveren van mijn leven. Gewoon een grote tafel midden in mijn woonkamer met spullen, met materiaal wat ik nodig heb. Dat kan ik wel uithouden. Het bijzondere was dat ik ook werkte voor WMO Radar. Dus toen heb ik destijds was er ook zo'n ontslag gewonnen. En toen heb ik ook aan WMO Radar gevraagd, hey WMO Radar, kunnen jullie mij alsjeblieft ontslaan? Dan kon ik ook gewoon mijn UWV behouden. Best kijkers zullen ongetwijfeld gemerkt hebben dat de afgelopen 2, 3 weken het redelijk hellish
Ja. Op de Westkruiskade is voornamelijk op donderdag, vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur schijn je niet meer zonder klakson door de Westkruiskade te mogen. Ik heb iedereen gebeld in het stadhuis die ik eventueel te pakken kan krijgen over dit onderwerp, waaronder zelfs onze wethouder van mobiliteit, mijn grote vriendin Judith van Bokhoven. Maar helaas, we kunnen er helemaal niets aan doen. We kunnen ook niks doen met de geluids- en snelheidsmeters die er hebben gehangen van de zomer. Handhaven ook niet. Nee, handhaven is ook heel erg lastig. Eigenlijk hebben we te horen gekregen dat de regie een beetje kwijt is. De regie kwijt is? De regie op de Westkruiskaart is een beetje kwijt. En dat heeft te maken met corona. Er moest opeens een heel bataljon aan mensen gaan controleren of wij wel met mondkapjes liepen of wij niet met z'n drieën bij elkaar stonden. Waardoor er heel weinig controle is geweest op de normale gang van zaken op de Westkruiskaart. Goedemiddag, mijn naam is Ashe Shioma. Ik ben de kunstenaar van Silva African Art Jewelry with a Vision. Ik maak artistieke duurzame sieraden van natuurlijke materialen. Kun je denken aan kokos, was, aan pitten, zaden, schelpen. En ik werk samen met de natuur. Ik vind het gewoon belangrijk dat ik de natuur ook een handje help. Ik heb nu ook een nieuwe collectie. Ik meld je open van Black. Met moeder aarde, dat we dat intact willen houden. Hoe ga je om met jezelf en hoe ga je om met de natuur? Jeetje, welkom. Ik ben super trots dat ze hier staat. Ik ken haar natuurlijk zelf persoonlijk al heel lang. En ik heb haar altijd wel op festivals gezien, haar sieraden mogen kopen zelfs ook nog. En ook nog cadeau mogen doen, zo ben ik ook weer. Dan koop ik altijd voor anderen nog. En ik wist ook wel dat ze sieraden maken die geschikt zijn voor de catwalk. En ook wel zeker wel geschikt voor een expositie. Dus ga ik jullie daar zelf meer over vertellen. Ik ben in elk geval super trots. Ik heb ook een heel mooi geschenk gekregen. Moet ik even live op. En je hoeft ook niet, die waren er niet. Maar met hele mooie woorden werd het aan mij overhandigd. Ja. En ze gaat jullie meer vertellen over de materialen. En, haar statement sieraden. Dank jullie wel en welkom bij Silva African Art Jewelry with a Vision. Mijn naam is Ashe Shioma. Je hoorde het al van Angie net. Ze struggelt nog een beetje met de nieuwe naam, want ik heb sinds kort mijn naam veranderd. Familieleden die weten dat mijn naam voorheen Mildred Silvana Teertop was. Maar ik heb er bewust voor gekozen om af te doen van die naam. En je zal denken, wat heeft dat te maken met de artsieraden? De artsieraden zijn een weerspiegeling van mij. Ik maak unieke exotische sieraden. Alle sieraden die zij symboliseren weer, hebben hun eigen unieke visie. En dat is ook wat ik symboliseer. Silva staat voor kracht. En staat voor je eigen keuzes durven maken. En als je dus een sieraad bij mij koopt, is het niet per se dat het gaat om de sieraad, maar het gaat om jou die dan keuze maakt voor jezelf. Weet je, dat je jezelf ziet als waardig. En ik haal graag de Afrikaan in de mensen naar boven. Voor degene die dat zijn, voor degene die dat niet zijn, is het een aanvulling. En omdat ik zelf een Afrikaanse vrouw ben, heb ik bewust gekozen om materialen te gebruiken die mij doen herinneren aan mijn roots. Ik gebruik materialen zoals kauri-schelpen, ik gebruik kokosbas, ik gebruik koeienbeen. Je kan het zo gek maar niet benoemen. Ik gebruik eigenlijk alles wat de natuur te bieden heeft. Jewel, jewelry, jewel you. You are born to be free. Free like overflow of words, connecting the dots with thoughts. Ooh, shiny jewel. Shine. You are born to be free. Jullie
maar degene is al weggegaan en het is toevallig een familielid. Nee, het scheelt niet vast. Want het blaadje zit hier, het nummer staat er, het getal staat erop, dus ik speel echt niet vast. Degene die dichtbij was, dat was mevrouw met een roze trui. Ja, de uitzending is helaas alweer voorbij. De tijd vliegt natuurlijk. En vergeet niet onze website te bezoeken. www.oudewesten.tv. Natuurlijk kun je al onze uitzendingen terugzien op YouTube. En je kunt ons ook nog volgen op social media. Facebook, Instagram en natuurlijk ook nog Twitter. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende.